Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik een nieuwe tutorial voor jullie. Deze keer geïnspireerd door zand en strand, want het is nog steeds zomer. Dus vond ik wel een suitable thema voor het seizoen. Dus laten we beginnen. Het thema van vandaag is dus een strand. Dus mijn idee is om te beginnen met een soort van 3D achtergrond. Met stranddingetjes, gewoon dus zand, schelpen, dat soort zaken. En daarna met acrylverf er wat zand en strand details op te tekenen, zoals parasolletjes en misschien een zonnetje, ik weet nog niet precies, dat zien we zo wel. Waar ik trouwens mee begonnen ben, zijn acrylnagels. Je kan dit ook met je natuurlijke nagels doen natuurlijk. Met je natuurlijke nagels, natuurlijk, komt soepel uit. Je stammenpunt, daar kan je gewoon een gekleurde nagellak gebruiken en dan vervolgens, gewoon heel simpelweg je nagellak heel lichtjes buffen. Het is niet eens echt nodig om het dan te buffen op zich. Ik heb het gebufft omdat dan dadelijk de topcoat er weer beter overheen pakt. Maar met natuurlijke nagellak, ook als je het gewoon, nou ja, natuurlijke nagellak, je snapt het punt, niet gel of acryl. Als je het bufft, dan is het gewoon makkelijker om er overheen te schilderen omdat de verf niet zo rond glijdt. Dus vandaar dat ik dat wel aanraad. En dat is dan het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je dit filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En als je wilt, kun je het abonneren op mijn kanaal. Ik doe heel veel nail art tutorials, maar vooral make-up tutorials. 1 keer in de 2 weken nail art. Voor de rest wekelijks make-up tutorials, soms piercing filmpjes, kletsfilmpjes en wat dan ook ik zin in heb. Voor de rest, onder het filmpje zal ik alle producten neerzetten die ik vandaag gebruikt heb. En onder het filmpje kan je ook altijd al mijn social media accounts en namen vinden. Ik zou het vooral super leuk vinden als je me zou willen volgen op Instagram, want daar deel ik het ook altijd als ik een nieuw filmpje post op YouTube. En ja, dat was het voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!